twee wedstrijden op weg nu. Hoe vind je dat het tot nu toe gaat? Eerste wedstrijd natuurlijk een goed gevoel aan overgehouden. 3 punten gepakt. En de tweede wedstrijd qua resultaten achteraf gezien mocht je er blij mee zijn. Maar vooraf zou je zeggen dat je daar ook 3 punten had moeten pakken. Viel dat dan tegen, zo'n wedstrijd? Want ja, je weet misschien niet zo goed wat je kunt verwachten nog. Dus ja, jij misschien wel. Je hebt wel ervaring in deze competitie. Nou ja, ik wist wel ongeveer wat ik kon verwachten. Teleurgesteld, ja, misschien wel een beetje. Wat ik zeg net over het resultaat. Achteraf gezien niet. Mogen blij zijn met een punt. Het moet wel met de week wat beter gaan. Ja, ik zeg dat net een beetje grappig, maar je hebt natuurlijk wel echt ervaring in deze competitie. Komt dat nog van pas als je dan nu dit jaar weer hier aantreedt? Ja, ik weet niet. Ik weet zelf wat ik een beetje kan verwachten. Maar natuurlijk zoveel nieuwe gasten die overal een beetje vandaan komen. Die in het team moeten gaan passen, waar je mee moet gaan samenspelen. Dus wat dat betreft heeft dat denk ik weinig invloed. Hoe vind je dat je het zelf tot nu toe doet? Ik wil vooral op dit moment gewoon echt topfit worden. Gewoon pijnvrij gaan spelen en 90 minuten goed vol kunnen maken. Dat is voor mij mijn eerste doel. Ik heb mijn 2 goaltjes meegepikt vanuit de penalty. Maar voetballend vind ik dat het wel beter moet. Ja, je zegt helemaal fit worden, want je komt echt uit een lange blessure. Hoe staat het daar dan nu mee? Hoe fit zou je jezelf inschalen, als je dat zo kunt zeggen? Nou, ik ben echt goed op weg. Het gaat echt elke week steeds beter. Maar af en toe heb ik nog wat meer reactie dan andere jongens, zeg maar. En dan moeten we gewoon even uitkijken. Ja, qua dat inspelen op elkaar betreft, hoe vind je dat gaan? Want jullie hebben natuurlijk ook, sommige jongens zijn relatief laat nog binnengekomen. Ja, gisteren nog. Kijk, we moeten gewoon heel veel uren met elkaar maken. En gewoon heel veel proberen te praten met elkaar. In welke taal dan ook. En zodoende beter om elkaar ingespeeld te raken. En gewoon veel met elkaar op trainingsveld staan. Ik vind wel dat het beter gaat. Neem niet weg dat het uiteraard nog een pak beter kan. Ja, gaat dat goed qua communicatie? af en toe met gebrekkig Engels, dan komen we er wel. Dan morgen Roda thuis. Wat verwacht je van die wedstrijd? Want ja, het is toch wel even, kan een mooi potje worden, zou je denken vooraf. Absoluut. Wat verwacht ik? Ik verwacht dat 2 ploegen zijn die uiteraard voor de winst willen gaan. 2 ploegen die vorig jaar uit de Eredivisie gedegradeerd zijn en die dit jaar iets willen. En dat zullen we ook moeten uitstralen.